Goeiedag allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Danielle, super tof dat je weer kijkt. Het is vandaag maandag, het is inmiddels al maandagmiddag. Ik heb er weer een kantoordag op zitten. En vanochtend was het natuurlijk weer spitsuur, dus had ik even geen tijd om de vlog te openen. Maar dat doe ik het gezellig bij deze. Ik heb net mijn meisje uit school opgehaald, die is al even lekker aan het chillen op de bank. Ik ben ondertussen begonnen aan een fruitsalade maken, want ik denk... Daar heeft mijn meisje vast wel trek in. Dus dat ga ik eventjes klaarmaken. Ik heb even een lekkere meloentje en een appeltje. En dan ga ik even kijken wat ik er nog meer bij doe. Misschien dat ik Sarah ook nog een beetje wil. Dus ik ga even lekker klaarmaken. Het was weer een intensieve dag. Maar wel een leuke dag. Wel weer gewoon lekker bezig geweest. Dus dat is altijd wel fijn. Het is een iets te groot stuk. Dus ik ga het even lekker klaarmaken. Nou, de salade is gemaakt. Dus dan gaat meisje lekker van smullen. En ik ga even Xarno bellen. Is dit helemaal voor mij? Volgens mij nee. Daarom zeg ik, ik ga ook even Xarno bellen. Volgens mij is die thuis. Of die ook trek heeft in de fruitsalade. Nou, puber is ondertussen weer gevlogen. Maar die heeft ook lekker zitten smullen van de tonijnsalade, wil ik zeggen. Fruitsalade. Ik ga even stofzuigen. Dat moet niet nodig gebeuren. Ik moet dat niet krabben. Aangezien er nog steeds geen kaboutertjes zijn die het voor me doen. Absoluut voor doen. Nee, ik ga het eventjes doen. Dus ik heb een soort van mezelf bedacht dat ik gewoon iedere dag naast de standaard huishoudelijke taken een extra huishoudelijke taak wil doen. Geen idee of dat ervan gaat komen, waarschijnlijk niet. Maar je doet toch altijd huis? Ja, ik doe altijd huis. Ik doe altijd opruimen en... Stofzuigen doe ik niet elke dag, maar wel regelmatig. Ja, ga je met jezelf. Ik ga stofzuigen. Goeiedag allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik kom net uit mijn werk. Ik ging Islotte uit school ophalen, maar die ging bij een vriendinnetje spelen. Dus ik heb weer even mijn handjes vrij.
En dan denk ik gelijk weer, oh, kan dit doen. Maar dat ga ik allemaal niet doen. Ik ga wel even die dingen doen. Ik ga nog even een rondje lopen. Ik heb wel al, nou ja, ik heb al bijna 3500 stappen, 3500 stappen. Maar ja, ik wil natuurlijk toch een beetje trainen voor Europa Park. Dus ik ga gewoon nog even een rondje lopen. Ik was even naar huis gelopen om te plassen. En toen merkte ik dus, ik had dus mijn rugzak op mijn rug van mijn werk. En toen dacht ik, misschien loopt dit wel heel fijn. Dus ik zit nu eigenlijk te denken van, zal ik dan nu nog even een rondje lopen met mijn rugzak op mijn rug. Kijken of ik daardoor dan misschien een andere houding heb. Waardoor ik misschien minder. Dus dat ga ik nu even proberen. Ik heb even geplast. Dus dan ga ik nu gauw de deur uit. Voordat ik hier weer een half uur zit te ouwehoeren. En ik niet aan het wandelen ben geweest. Nou, jasje aan. Een rugtas op. En dan ga ik even kijken, als ik nu een stukje gelopen, of ik dan wel geen last krijg. Ben weer terug. Rode vangetjes van de kou. Dat is best wel fris. Maar ik heb 1400 stappen gezet. Dus ik zit nu bijna op de, even kijken, bijna op de 4800 stappen. Dus ik heb een lekker rondje gewandeld. Ik had wel last. Ging ik helemaal kapot aan het eind? Nee. Maar ik had wel last. Maar goed, ik heb natuurlijk nu ook best wel uiteindelijk bijna 5000 stappen gezet. Dus ja, het was wel een lekker rondje. Maar goed, ik blijf gewoon van alles proberen. Ik blijf gewoon zoeken. Ik geef het niet op. Want ik, weet je, dit moet gewoon overgaan. Daar ga ik gewoon ook vanuit. Dus ik blijf gewoon, ik ga echt niet bij de pakken neerzitten. En ik blijf gewoon zoeken totdat ik een oplossing heb gevonden. Want ik weiger gewoon om me bij de pijn neer te leggen om daardoor mezelf te beperken. En nou ja, natuurlijk beperkt het me. Maar ik blijf net zo lang zoeken totdat er een oplossing is, linksom of rechtsom. Maar goed, genoeg over, over die ellende. Ik ga eventjes, aan de ene kant denk ik, ik ga even de vlog online zetten. Maar ik wil ook nog even een paar sleutelhangertjes maken. Dus misschien dat ik dat ook wel even ga doen. In principe is de vlog al klaar. Ik moet hem alleen even nakijken. Dus ik ga eventjes mijn computer opstarten. Nou, ik ben weer even bezig geweest met 3 hele leuke ontwerpjes voor sleutelhangers. Ik vind ze onwijs tof geworden. Maar dat ga ik straks even laten zien. Want ik ga ze denk ik vanavond even maken. Eerst is het tijd om eten te koken. Ik heb even kipfilet in de magnetron zitten. Dat ik er eigenlijk vanochtend uit moet halen, maar dat heb ik niet aan gedacht. En we gaan lekker rijst eten met een beetje groente en een beetje kip. Dus ik ga even lekker koken. Mooi om het gewoon zo simpel te houden. Dat kan ook. Maar je bent echt een vlog van niks, hè? Ja. Je hebt 4 sleutelhangers gemaakt of zo? 3 weg kunnen gooien? Nee, eentje. Maar dat was een experimentje. Experimentje. Ja, begon als een geintje. Geintje met ernst. Ja, precies. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Een beetje raar verloop gisteren. Terwijl ik aan het eten koken was, toen was Islotte met een vriendinnetje, om haren, was Islotte met een vriendinnetje daar op de trampoline aan het springen. En toen is een beetje gevallen, nou ja, ze is gevallen en een beetje vervelend terechtgekomen. Ze had best wel heel veel last van haar ja, de arm. Dus ja, toch maar even de dokter gebeld om even te vragen van, goh, waar moeten we precies naar kijken?
Ook de buurman nog even laten kijken. Die is ook arts. En hij zegt, nou, volgens mij is er niet zo heel veel aan de hand. Tenminste in de zin van dat hij niet dacht dat het gebroken was. Goed. Even pijnstillertje gegeven en lekker daarna naar bed gebracht na het eten. Maar ze begon toch wat meer pijn te krijgen vannacht. Dus toch nog maar even een afspraak gemaakt voor de huisarts om toch nog maar even voor de zekerheid ook door de huisarts te laten kijken. Helemaal omdat ze wat meer pijn kreeg. Ja, het kan natuurlijk net zo goed gekneusd zijn. Maar goed, beter een keertje extra naar de dokter als een keer te weinig. Want je wil natuurlijk niet dat er iets beschadigd is. En het is natuurlijk allemaal moeilijk te zien of te voelen. Dus we gaan wel zien hoe dat verloopt. Daar moet ik straks naartoe. Ik heb haar net nog even naar school gebracht. Even kijken hoe dat gaat. Maar daar was gisteren een beetje een rommelig einde van de dag. En voor haar natuurlijk heel vervelend. Want ze had best wel veel pijn. We hebben wel gisteren nog eventjes sleutelhangertjes gemaakt. Zodat zij even lekker op de bank te chillen na het eten. Jeroen was lekker bezig met de t-shirts voor de muziekvereniging. Ik heb 3 sleutelhangertjes gemaakt. Ik ga vanmiddag afmaken, dus laat ik vanmiddag wel eventjes zien hoe ze geworden zijn. Ik vind ze super leuk weer geworden. Misschien wel mijn leukste. Maar dat zeg ik iedere keer. Maar ja, je merkt dat ik ook wel steeds leukere dingen kan maken. Dus het is wel leuk dat het ook steeds makkelijker gaat. Ik ga nu lekker aan het werk. Ik was wel eventjes aan het werk ook voordat ik Islot naar school bracht. Alles weer eventjes tussendoor. En dan straks met haar naar de dokter. En dan ergens naar laten kijken. Hopelijk krijgen ze niet te veel last op school. En dan moeten we eventjes zien. Het was weer niet zo'n fijn gesprek met haar meester vanochtend. Slotte heeft niet echt een invalmeester. En het is een beetje een ouderwetse meester, laat ik het netjes zeggen. Niet dat alle ouderwetse meesters en juffen. Maar goed, laten we stellen dat er niet echt een klik is. En ik kwam vanochtend binnen en ze hebben geen gym. Omdat natuurlijk voor de verkiezingen en zo zijn natuurlijk al die gymzalen in gebruik. Dus ze gingen dan rondjes om de school rennen. Een hele creatieve oplossing. Denk ik, van alles wat je kan bedenken is er toch wel iets leukers als rondjes rennen om de school. Maar goed, dus ik zei tegen hem, Islot kan niet meedoen aan de gym. Want ze is gisteren op de trampoline gevallen en ze is heel erg fijn. Oh, maar we gaan rondjes rennen, zei hij gelijk. We gaan rondjes om de school rennen. Dus wat zit er nou? Ik zeg, ze heeft gewoon heel veel last van de pols. Ik zeg, dus als het niet gaat, dan hoeft ze voor mij niet mee te doen. Nee, dus ik heb nog even tegen Islot gezegd dat als het niet gaat, dat ze gewoon moet stoppen. Maar het is een beetje een aparte man, laten we het daarop houden. Dat is een beetje vervelend. We hebben al een paar keer een soort van aanvaringen met hem gehad. En wij zijn niet de enige, moet ik zeggen. Ik bedoel, wij zijn nou niet echt de meest moeilijke ouders of zo. Maar goed. Ik hoop dat dit schooljaar voor haar gauw voorbij is. Laten we het daarop houden. Ik ga gauw aan het werk en dan ga ik straks met Islot naar de dokter. Nou, ik ben weer thuis. Ik heb mijn moppie opgehaald en we zijn even naar de dokter gegaan. En het zat maar het, op het heen. Maar het lijkt erop alsof het niet gebroken is en gewoon verkneusd. Dus dat is fijn. Daarna zijn we even bij de Albert Heijn geweest. Daar hebben we even lekkere broodjes gehaald en eten voor vanavond. Dus we gaan nu even lekker eten. En ondanks dat het woensdag uitsmijterdag is, doen we nu een keer woensdag broodjesdag. Dus we gaan even lekker eten. Nou, we zitten in de auto. Ja. We gaan even iets slotter de tablet halen. We zijn bij het stembureau. En we waren net bij het stembureau. We hebben onze verplichting weer gedaan. Dus hebben we onze burgerplicht, burgerrecht, dat is natuurlijk geen plicht, maar ons burgerrecht hebben we ook weer voldaan. Snuf? Wat zeg je? Snuf, snuf. Snuf, snuf. Hebben jullie mijn konijntje al gezien? Schattig. Met een eekhoorn. Ja, ik ga even mijn ding opdoen, want het gaat zo niet. En dan gaan we even naar de winkels om even iets slotter de tablet op te halen. Nou, we zijn alweer eventjes thuis. En hebben iets slotter de tablet opgehaald. Die doet het weer. De poort was kapot waar je hem zeg maar in moet opladen.
Uit de hoes. Dus hij gaat nu weer in zijn hoesje. En wij hebben nog... Ik haat mijn leven. We hadden nog iets gekocht bij Albert Heijn. Ik haat mijn leven. Nou. Hoe gaat het dan? Slot heeft nog best wel last van haar hand. Het gaat een beetje op en neer, hè? Oh, nou moet je dat ding weer in die hoes krijgen. We kregen hem sowieso al nooit in de hoes. Nee. Dat is vast een makkelijk maniertje voor, maar... Die moet je maar net weten. Ah, kijk. Die kant zit erin en dan kan ik hem doorschuiven. Alsjeblieft, kijk uit. Kijk, er zijn wel manieren hoe je met één hand open kan maken. Ja, een schaar, maar... Ja, geen zin om het te pakken. Oh. Jij weet je hier zo geknipt. Ja, knip maar. Want dan krijg je dat niet gewoon, is niet gewoon... Kijk, zit hier gewoon een openingetje. Dat je goed kijkt. Ik heb iets leuks gekocht bij Albert Heijn. Een jaarlijkse traditie. Nou, ik vind dit zo leuk. Volgens mij vind ik dit nog leuker dan Iselotte. Oh nee, nee. Ik dacht dat je iets anders bedoelde. Ik dacht dat je dit leuker vond dan mij. Ja, dus daar hebben ze krijtjes erbij gedaan. Ik dacht dat je mij niet zo leuk vond. Dat je dit leuker vond. Jij bent toch mijn grootste held. Vriendin, mijn grootste dochter. Ik ben benieuwd. Waskelkruidjes zijn erbij. Ik ben jouw grootste dochter. En dit is dus... Een paastafelkleed. Ik vind dat zo leuk. Dan ligt dat dus gewoon lekker zo op tafel. Moet je wel de tafel een beetje opruimen. Het is nu een beetje een rommeltje. Nee, maar ik vind dat zo leuk. Zo'n tafelkleed op tafel. En gewoon lekker kleuren als je dan aan tafel zit. En dan, ja, gewoon, ik vind het zo gezellig. Dus die gaan we lekker op tafel leggen. Dit mag jij even in de vuilnisbak doen. Die staat in de gang, papier, dat is niet meer in de plastic zak. Dan hier weer even opzij. Waar staat die tas dan? Op de blauwe kratjes. Nou, moet ik wel eerlijk zeggen. Deze hebben we bij Albert Heijn gekocht. Je hebt ze vaak ook wel bij de andere winkels. Dit is wel gewoon echt papier. Dus dat is ook vrij dik. Nou ja, redelijk papier. Maar ik vind hem wel een beetje kaal eigenlijk. We hebben wel leukere paastafelkleden gehad. Dus... Ik zou het zeker zo, als je dat leuk vindt, er zo eentje kopen. Kauw. Nou, het is hele stukken gewoon wit. Zo, hij is best wel groot. Hij hoeft toch ook niet in één keer alles te doen. Ja, ik kan hem ook zo dubbel leggen. Maar ik vind, we hebben wel leukere tafelkleden gehad. Ja. We hebben ze ook wel eens volgens mij van de Lidl gehad. Kijk, en dan ligt dat zo leuk op tafel. Mama. En dan kun je gewoon lekker kleuren. Okay, ik dacht, oh, hij is niet zo groot. Ja, hij ligt nog dubbel, dat weet ik. Dat heb ik expres gedaan, omdat daar de tafel nog vol ligt. Maar ondertussen, onder andere waar de tafel mee vol ligt, zijn... Yes. De stiften. Wat wil je met deze tekeningen? Want de knuffels gaan we niet bestellen. Mm. Dat is trouwens wel heel leuk. Ik kreeg ze op de overblijf. Nee. Bij dansen mochten we dat gratis meenemen. Oh, kregen ze bij dansen. Dan kun je dus, dat heet knuffelkanjers.nl, geen spon. En dan kun je dus zo'n kleurplaat maken. En dan, als ik het dus goed heb begrepen, kun je die met de QR-code inscannen. Dan kunnen ze dus een knuffel maken van zoals jij hem ingekleurd hebt. Dat is toch leuk? Nou, dan heb je een kikker, een soort konijntje, een aapje. Superleuk. Dus het is best leuk om een keer voor een kindje cadeau te geven. Goed. We gaan. Kleuren.
wij zijn na het eten even bij opa en oma beland. Want Islotte wilde heel graag hobbyen. We hebben zo'n doosje bij de Albert Heijn gekocht. Andere is slecht. Net als bij het tafelkleed. Kom kijken. We hebben zo'n setje van diamond painting gekocht. Waar je paaskaartjes maken. Dus Islotte wilde dat heel graag met oma doen. En met mij natuurlijk. Dus zijn we even bij opa en oma. Ik heb nog geen koffie gehad. Nee. Stille hint. We hadden het net over stille hints. Ja. Islotte zegt gewoon, wat is nou een stille hint? Dat hebben we er even uitgelegd. Dus ik denk, ik gooi hem er nu nog een keertje in. Een goed voorbeeld van de stille hint. Rood. Wit. Dus wij zijn even lekker kaartjes aan het maken. Ik vind het wel heel schattig. Welke ben jij aan het maken? Ja, oh, die is ook heel schattig. Rood. En heel toepasselijk natuurlijk. Wit. Oh. Rood. Bla. Daar ging je pa zei. Okay. Het werkt wel, die stille hint. Oké, maar. Rood. Wit. Blauw. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Het was gisteren een beetje een rommelige dag. Ik was met Islotte naar de dokter geweest vanwege haar arm. Ik weet eigenlijk niet meer of ik dat nog verteld heb. Maar je snapt het af en toe niet met kinderen. Echt, 's ochtends had ze echt heel veel pijn. Dus uiteindelijk toch nog even naar de huisarts geweest om die toch nog eventjes te laten kijken voor de zekerheid. Zit je dan liever een keer maar te extra als een keer te weinig. En toen kwamen we 's middags om 11:30 bij de dokter. Nou, toen dacht ik, waarom zit ik hier? Had ze gewoon eigenlijk, ging het eigenlijk heel goed en dat ze eigenlijk, zat ze gewoon, had ze praatjes voor 10 natuurlijk en ja, goed. Vervolgens dokter wel nog gewoon alles gekeken en gecheckt. Ik denk, die zal wel denken, waarvoor kom jij in godsnaam? Maar goed. En ze zegt, het is niet gebroken en het is waarschijnlijk gewoon gekneusd. En oké, fijn, gelukkig. En 's middags had ze weer hartstikke veel last. Dus ja, het was gewoon een beetje een rommelige middag. Jeroen, Jeroen werkt bij de gemeente, niet de gemeente waar we wonen, maar een andere gemeente. En hij is dus ook altijd, dat vindt hij leuk, ik weet niet waarom, maar hij zit dus ook altijd op de stembureaus. Om dus het stembureau te leiden, zeg maar. Hij is ook vaak voorzitter dan. En dan moet hij dat dus allemaal regelen. Nou, het wordt ook vanuit de gemeente geregeld, maar op de dag van het stemmen is hij dan degene een beetje die dan het voortouw neemt, zeg maar. Dus we waren de middag alleen en met eten ook alleen. Dus we hadden nog even boodschapjes gedaan. We hadden even lekker pizzaatje gehaald. Ik denk, ik moet mezelf makkelijk maken. En dat was maar goed ook, want het was gewoon een hele onrustige middag. Ze had gewoon heel veel last, heel veel pijn. Dus ik ben heel veel met haar bezig geweest. Ook om er gewoon maar een beetje af te leiden. We zouden natuurlijk eigenlijk gaan zwemmen, maar dat ging gewoon niet. Maar ze wilde wel graag even naar opa en oma toe. Dus we hebben nog even een kopje koffie gedronken bij opa en oma. Ze hadden die kaartjes gekocht bij de Albert Heijn. Dus die wilden ze graag samen met oma knutselen. Dus daar zijn we even mee bezig geweest bij opa en oma. Maar op een gegeven moment zag ik er gewoon helemaal in te storten. Zijn we naar huis gegaan. Heb ik weer even paracetamol gegeven. En naar bed gegaan. En ik blijf gewoon lekker bij haar liggen. Want ik denk, ja, misschien dat ze iedere keer wakker wordt. En ja, ik was toch alleen, Jeroen was er toch niet. Die is vannacht pas om 16:30 thuis gekomen. Dus alle respect voor mensen die bijgedragen hebben aan het feit dat wij allemaal het stemrecht hebben en mogen en kunnen stemmen. Dus ik ben eigenlijk gelijk met Islotte naar bed gegaan en ik heb nog even een filmpje gekeken in bed en zij heeft lekker geslapen. Jeroen kwam dus pas om 16:30 thuis. Maar ik heb wel een beetje onrustig geslapen, want ze heeft dus ons ingeslapen. Ik ga niet haar weer wakker maken en dat ze dan misschien weer veel pijn heeft en dan niet meer kan slapen. Maar goed, ja, ze is natuurlijk ondertussen zo groot dat als ze tussen ons in ligt, dat het gewoon wel een krappe bedoeling is in bed.
Ik had eigenlijk het idee van, nou, als Jeroen dan thuis komt, dan leggen we er wel over. Ik ga hier bij deze vlog wel afsluiten. Super lief dat jullie allemaal zo trouw kijken. Doe in ieder geval een duimpje omhoog. Dat zou ik super tof vinden. Help mijn kanaal dat YouTube denkt van, hey, wie is die Danielle? En mij een beetje misschien ook bij andere kijkers voorstelt. Dus dat zou ik super tof vinden. En dan hoop ik heel gauw weer jullie te zien bij de volgende vlog. Doei doei!